Yo guys van Den Haden, welkom terug bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Ratchet & Clank. Ik kan niet wachten om weer te gaan beginnen aan deze game, om weer verder te gaan. Oh, wat geniet ik. Ik heb echt in tijden niet meer genoten van een spelletje. En dit is toch denk ik omdat het gewoon een waarde heeft. Het is volgens mij per persoon verschillend. Deze game is voor een nieuwkomer al awesome, laat staan als je alles herkent en al jarenlang fan bent. Dit is gewoon geweldig eigenlijk en nou ja, jullie zullen de plek wel herkennen. Dit is niet de planeet waar we de vorige aflevering zijn geëindigd. Nee, daar gaan we straks verder. Binnen no time eigenlijk. Ik ga jullie eerst laten zien dat er dus toch nog een secret is op Caravan. Dit is de locatie, als je uitzoomt. Mocht je het spelletje ook hebben. En dit is de manier hoe je er komt. Let's go. Stom dat ik het niet al eerder heb geprobeerd, maar sinds je je helikoptertje hebt, kan je dit doen. Houdt hij zich vast en daar zijn we dan. Een secret area, maar dan een kaartje. Dus let's go. Daar wou ik ook al heen. Cool, hè? Ja. Dat je dat later ontdekt. Dus dat ga ik de volgende keer ook doen. De nieuwe holocard pack. Pack opening hype. Oh, Mr. Zircon hebben we nu. Cool. En we hebben alweer bijna 5 dezelfde kaarten, waardoor we dus weer eentje kunnen inleveren en ik weer een setje compleet heb. Coole rune. Wow. Uiteindelijk zijn het dus allemaal secret locations alsnog. Want daar hebben we dus nog materials die je kan farmen. Kijk maar. Yeah. Nee. Oh, ik wil net zeggen. Ik ga me toch niet vertellen dat die ander naar beneden is geflikkerd, hè? Maar gelukkig. Wow! Tijd voor de nieuwe planeet. Let's go, guys. Oké, wat is onze destination? Fuck yeah, het wordt tijd voor de jetpack en de grindschoenen. Let's go. Oké, awesome. Dit is precies de plek waar we de vorige part zijn geëindigd. Ik heb dus een nieuwe kaartenset. Ik heb wat enemies opnieuw moeten killen. Maar dat maakt er niet uit. Extra boutjes. We kunnen dus een nieuwe wapen ook gaan aanschaffen. Dat is een plasma wapen. Maar allereerst met de lift omhoog. Dus ja, hier ben ik precies geëindigd. Let's go. Haha, lekker dansen. Vet hoor. The fuck zijn het allemaal voor enemies, jongen? Oké, laten we even de kaartenset bekijken, want we hebben weer wat nieuwe kaarten. De Thundersmack. En ik heb nu een set compleet. Cool. En weer 5 extra, wat dus inhoudt
dat ik op zich een setje compleet kan maken bij standard. Rhino werkt niet, oké. Okay. Wow, wat cool. Dit is Angela uit de oude games. Je ziet het ook in die oude graphics. Grappig. Way to go. A complete set. En een setje weer compleet. Cool. Girl power compleet. Volgens mij blijft dit oneindig spawnen, dus let's go. Iets daar maakt die beest, volgens mij. Wat een chaos hier. Oké, die deur moet ik inderdaad weer openen. En dat enemy type wat hier stond achter die turret, die moet ik eigenlijk ook even weer laten dansen, puur voor de zekerheid. Met de Groovytron. Puur voor de zekerheid, zodat ik in ieder geval elk enemy type een keer heb laten dansen. Maar wat een hysterie hier, vet veel gasten opeens. Nou goed, we gaan de turret pakken. En de deur kapot maken. Allemaal binnenkomen, meteen dansen. Fuck je. Yeah. Hier, we laten deze guys wel even dansen. Oké, die is neer. Dan gaan we wel lekker naar deze toe. Oh, sick, hij is level up. Yeah. Alles is neer. Ik had het op zich gewoon met de turrets kunnen doen, hè? Want die staan hier natuurlijk niet voor niks. Maar nope. Fuck dat. Dit lijkt ook wel een secret plekje hier. Goed kijken of hier niks bijzonders is, anders laat ik me daar naar beneden vallen. Even goed rondkijken eerst. Are those grind boots? Kijk. In order to bypass it, the duo would have to quickly activate all three pressure pads. Oké. Op alle drie tegelijk staan en dan kan ik eindelijk grinden. Cool! Grind boots! Awesome! Oh, look, they got it! Oh, dat was makkelijker dan ik had gedacht eigenlijk. Maar goed, wie weet komt er nog wat moeilijks. Even kijken, volgens mij is hier helemaal niks bijzonders.
Dus dan vind ik het ook de moeite niet waard om hier naar beneden te springen. Dus dat gaan we ook lekker niet doen. We gaan de grind boots pakken, eindelijk. Sweet. And that completely unlikely location is where Ratchet found a shiny new pair of grind boots. With yeah. His grind boots strapped on, Ratchet leapt onto the rail. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan grinden voor het eerst. Whoa! Dit is zo tof. Jeetje. Still on the hunt for the jetpack, Ratchet used his newfound grind boots to explore the planet further. Ratchet stylishly leapt onto the rail next to him. Holy shit. Dit was vroeger al prachtig en nu is het alleen nog maar mooier. Kom op, kijk even mee. Dit is toch niet normaal. Auw. Jeetje. I love it, echt. Nou, nog geen nieuwe enemy types gevonden hier. Hebben we die eigenlijk al een keer laten dansen? Laten we testen. Yeah, chicks en dansen. Ze vinden het awesome. Yeah. Oh, hiervoor heb ik mijn jetpack nodig. Oké. Wel twee upgrade materials. Nou, de jetpack komt zo. Dus we gaan eerst hierheen. Hey, een nieuwe guy. Mr. Zircon is bored. Leuk voor je, Mr. Zircon. Don't worry, I'm a friend. I know who you are. You're the Lombax and the Warbat from the news. Oh, and you must be the faceless minion helping Drek terrorize the galaxy. That's just my day job. My real passion is in amateur neuroscience. I've been collecting brains from telepathopuses as a hobby for about a year now. You collect brains as a hobby? I'm gonna go out on a limb here and say you're single. Studying brains is a noble pursuit. If I can tap into the psychic powers of these telepathopuses, I'll be able to raise an army. Then we'll see who thinks they can steal my food out of the company fridge. I mean, I can contribute to the good of all blog kind. Say, if you can collect a few telepathopus brains for me, I'll give you this jetpack. Oké, jongens, daar ben ik weer. Dat duurde even. Het duurde even voornamelijk omdat ik tijdens deze opname een mail kreeg dat er weer een claim was geknald op een Ratchet & Clank video. Dat zijn vaak audio en audiovisuele claims van derden. Vaak zelfs door Universal, door Ratchet & Clank zelf. Want dit was een Ratchet & Clank NBC Universal claim van audiovisuele content. Dan denk ik echt, ja no shit, dat is een cutscene, gast. Maar als YouTuber mag je dat gewoon uploaden. Maar dan moet je wel weer geschil indienen. Dus die claim heb ik even eerst afgehandeld, dat is belangrijker. Dan kan ik dit gewoon uitleggen en er even uitknippen. Maar goed, we gaan dus verder met de part. Audiovisuele claims gebeurt wel eens vaker met cutscenes. Even afwachten, kijken wat het resultaat wordt. We gaan in ieder geval verder, we hebben de jetpack. Weet ik niet of we die al hebben vrijgespeeld. Denk het niet, want daar draait hij, kijk. Maar we moeten brains collecten, dus... Hey, did you find any more of those brains? Zie je? Hij wil gewoon dat we brains verzamelen. Ugh, this is disgusting. Ja, dit is inderdaad fucking ranzig. Wow, dit gedeelte lijkt echt op Jack and Dexter, man. Zo van die eilandjes. En dat je dan dingen moet verzamelen en dat je langs al die enemies moet. Dit is echt prachtig. Rage, you can't win.
Jack and Dexter en Ratchet and Clank feelings. We gaan even een wapentje kopen hier. De Plasma Striker voor 21k. En we gaan upgraden. Ik denk dat ik de Bouncer maar weer gewoon lekker verder ga upgraden. Wow, oké. Omni grenade frames. Cool. En installing, blablabla. Oké, nou ja, ik heb hem voor 70% geüpgraded. De andere 5 upgrades gaan we even hierin knallen nog. Wat kan ik nog meer doen? Eens zien. Combustor ammo stored in ammo crates come twice as many shots. Alright, en we hebben dus nu nog 1 upgrade. En dat doe ik wel even lekker voor de Groovytron. Ratchet acquired a plasma striker. The pseudospectral bioscope could identify enemy weak points, but did he have the skill to hit them? Aha. Wat sick zeg, een soort van sniper. We gaan hem testen natuurlijk. Eens zien. Vet hoor. Hoeveel ammo hebben we hiervoor? We hebben maar 8 schoten als het goed is. Ratchet would be able to use this refueling station as soon as he collected the jetpack. Even kijken, zinkt dit langzaam de lava in? Wat een vies klusje man, maar oké. Ik ben echt benieuwd of er straks nieuwe enemies komen, want die moeten we even laten dansen. Oké, even kijken. Alle knoppen selecteren. Dat is deze. Mr. Zircon is born. En die. Cool. Kijk, dit zijn nieuwe enemies. Let's dance, babies. Awesome. Oké, cool. Ik kreeg er ook nog een kaartje van. Maar waarschijnlijk is dat dus een dubbele kaart of zoiets dergelijks. Die je dan later weer kan ruilen. Just a few more. Wow, check dat man. Wat is dat nou weer voor ding? Eeuw. Fucking goh. Zelfs daarachter zie ik nog dingen.
horror shit. Let's go. Dat beest daar in de achtergrond ziet er best wel pittig uit. Nog maar 2 brains. Hadden we die al laten dansen? Ja, dit zijn de beenmannen hoor. Ratchet will be able to use this refueling station as soon as he collected the jetpack. Hoppa. 10 brains. Cool. En met de jetpack kan ik waarschijnlijk ook bijvoorbeeld op andere planeten. Maar wist je nog het gouden bouwtje waar allemaal drijfzand voor was? Nou ja, dat kun je dan op deze manier fixen. Ik ben al wel echt benieuwd of dit een enemy is. Laten we kijken. Wow, what the fuck? Wat schiet het voor rare shit, man? Het valt me nu pas op dat het eigenlijk veel te raar zweeft. En, kunnen we het aanvallen vanaf hier? Nee, dat niet. Dan pakken we een ander wapen erbij. Oké, allemaal brains. Thanks, Gampy. Ik weet niet wat de fuck voor raar ding dat was, maar het is neer. Prima. Oké, kijk wat hij voor mij heeft. A deal's a deal. Here you go. I tell you what. I actually have a top secret Drek Industries info pot. If you bring me a few more brains, I might be willing to part with it. You really have a thing for brains, don't you? Yes, I do. And with that jetpack, Ratchet became the aerial scourge of a thousand worlds. Or at least his commute got easier. Wow, oké. Moet ik nou opnieuw brains gaan verzamelen? Jetpack to fly high above hostile territory. Oh, prima. Kijk dit nou dansen dan. Yeah, yeah, fuck yeah. Oké.
Oké, ik heb alweer redelijk veel van die bolts. Daarboven zijn nog helemaal brains. En daarboven ook. Dus eerst gaan we wel even hierheen. Oké, cool. Daar is weer een monster dat vieze brains geeft. Daar in de verte zijn nog brains. Daarboven kunnen we heen. Daar helemaal in de verte moeten we ook heen. En daar beneden kunnen we hem opladen. Nou, laten we maar even kijken. Oké, daar zijn brains, daarbovenop niet. Ah, daar weer wel. We gaan wel even daarheen en dan vullen we meteen aan. Negen brains collected. Ik heb alweer 11 brains, dat is cool. Rot eens op, klote beesten. Twelve brains, awesome. Zullen we die eens laten dansen als het kan? Nou, dit is geen dans. Oké, nou de meeste hier zijn ook neer. Kom maar op. Zeventien brains en een nieuwe kaart. Laten we kijken. Oké, cool. Nieuwe kaart.
En 4 dezelfde kaarten. Nou, dat is nog niet echt heel veel. De laatste paar brains ook gewoon. Ik weet ook niet waarom ik dit versla. Go, 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 go. Dit zijn echt klote dingen, man. Het gaat redelijk traag. Sweet, sweet brains. Come to papa. Oké, ik heb 22 brains nu. Dat lijkt me toch voor nu wel eventjes genoeg. Zeker als je deze omgeving checkt. Bijna alles hier gedaan. Toch? Naar mijn idee? Denk het wel. Laten we de brains maar inleveren en kijken wat die te zeggen hebben. Telepathopus army is as good as mine. Here's your info bot. Remember, you didn't get it from me. Good evening, fellow Blarg. Chairman Trek here with the latest update on our quest for a new home. Over the next few days, you may notice an increase in Blarg activity around the galaxy. While this may alert the authorities to our plan, this move is critical to securing safe passage for our harvesters. Case in point, the Star Watch defense cannon on planet Batalia. This surface-to-space ion cannon has been protecting the galaxy from invasions ever since we were first driven underground. With this out of commission, our glorious plan can continue! Preparations are already underway. So fear not, stay the course, etc., yada yada yada. Once we eliminate Star Watch and its surrounding forces, we'll enter the final stages of my plan. We've got to stop Drek from destroying that Star Watch defense cannon. My records show that the cannon is on the planet Batalia. I just hope we're not too late. If you're looking for a little extra work, I'll pay a nice reward for collecting any remaining brains in this area. If you find them all, I'll even throw in a special bonus. Wat is dat voor soort... Oh fuck, 60 brains, man. Wat is dit voor soort ding? Ik ben echt veel te benieuwd, maar... Eventjes 60 brains zoeken. Kijk, daar kan je ook nog helemaal heen. Valt me op. Het is wel een vette area hoor. Echt een coole game.
coole planeet weer. En laten we kijken, optional trade brains voor bolts. Ja, kijk. Er valt hier dus nog zat te ontdekken ook. Hier kunnen we nog 60 brains doen. Laten we dit de volgende part in ieder geval doen. En dan verder gaan met de storyline. Dan hebben we alles op deze planeet ook weer gedaan. En dan gaan we weer lekker verder. Dus ik hoop dat jullie het cool vonden. Een like achterlaten. Return to ship. Een like achterlaten. En de volgende part gaan we die kant op. Ja, ik vind het wel cool. We gaan even kijken hoe ver we in de buurt kunnen komen van 60 brains. Later jongens.